Hallo en wat's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber en een nieuwe recensie. We gaan het deze keer hebben niet over een film of tv-serie, maar over een videogame die al heel veel prijzen in de wacht heeft gesleept de afgelopen maanden en die ook het toppunt van het gesprek is geweest op social media, waar ik in mijn playthrough van The Last of Us Part 1 meerdere malen naar heb gehint dat ik daar zeer spoedig aan zou beginnen. En die game is het vervolg op Santa Monica's 2018 game God of War. God of War Ragnarok. Deze game, zijn populariteit is tot ongekende hoogte gestegen. Ik heb niet meer zoiets gezien sinds de opkomst van The Last of Us Part 2. En met goede reden. God of War 2018 was zo'n immens succes voor het zoveelste deel in een franchise van al ruim 20 jaar oud. Het was haast onvoorstelbaar van hoeveel deze game uiteindelijk zou worden gewaardeerd. En een vervolg had dan ook een torenhoge standaard om te overtreffen. Santa Monica wilde aanvankelijk dit hele verhaal van Kratos en zijn zoon Atreus vertellen in 3 games in plaats van 2. Maar ze beslisten uiteindelijk anders, mede omdat Christopher Judge er niet jonger op wordt. Hij is al bijna 60 en games maken duurt jaren en jaren. Dus tegen de tijd dat je een derde daar hebt, is er al zoveel tijd overheen gegaan dat dat gewoon heel veel toewijding heeft gevraagd van iedereen die erbij betrokken is. En die willen op een gegeven moment ook overgaan naar een andere fase in hun leven dan alleen aan deze franchise werken of überhaupt aan videogames. Dus ze besloten het te maken in 2 delen, net als The Last of Us. Ik ben zelf lange tijd van God of War weggebleven. Ik heb nooit interesse gehad in die franchise. En toen het zoveel prijzen binnensleepte in 2018, was ik eerder een beetje geïrriteerd dan onder de indruk dat geen van de games die ik graag wilde, dat die wat meer aandacht kregen, dat die in de prijzen vielen. Maar de prijzing voor God of War was zo verschrikkelijk hoog tot jaren daarna dat toen het vervolg werd aangekondigd, ik uiteindelijk dacht van oké, fuck it, ik geef het een kans, want ik wist inmiddels door mijn ervaring met Uncharted en The Last of Us dat games steeds beter en ambitieuzer zijn geworden in het presenteren van een complex goed verhaal en uitzonderlijk sterke karakters en visuele kwaliteit. Wie weet had God of War dat in zich. Ik heb hem gespeeld en die playthrough daarvan die kun je vinden op mijn kanaal en het was waanzinnig mooi. Een van de beste game ervaringen die ik had sinds The Last of Us Part 2. En dat zette dus voor mij ook die torenhoge standaard. En nu, meer dan een jaar later, ben ik eindelijk toegekomen aan Ragnarok. Ik heb er nog geen playthrough van gemaakt. Die allereerste belevenis van dit rijke, diepe en complexe emotionele verhaal, dat wilde ik gewoon helemaal voor mezelf hebben zonder me druk te maken over de tijd of hoe ik op de camera eruit zie of iets dergelijks. Het was gewoon iets privés. En het heeft alsnog echt weken en weken geduurd voor ik die game helemaal afkreeg. Het is kolossaal. Ik denk op zich dat naast Ghost of Tsushima dit misschien wel de grootste videogame is die ik ooit heb gespeeld. En het behoort absoluut, nu ik ermee klaar ben, tot beste videogames die ik ken. Top 5. En het staat ook gewoon in de top 5 van de beste verhalen en karakters die ik ooit heb meegemaakt in 26 jaar. Ik overdrijf niet. Ik dacht dat The Last of Us echt absolute perfectie daarin had bereikt wat dat betreft, maar er is niet iets als perfectie, ook niet als het games of films betreft. Maar goddammit, God of War Ragnarok kwam heel, heel erg dichtbij. Dit is een waar meesterwerk dat een zeer complexe en genuanceerde take is op de thema's van een geliefde loslaten, omgaan met verlies, de rol van het lot in iemands leven en de waarde van je eigen beslissingen.
complexe familiedrama's en natuurlijk een ton aan mythologische verwijzingen voor zowel de Noorse mythologie als de Griekse mythologie, waar je je ogen en oren van uitkijkt. En ik merk dat ik nu al dus moeite heb om alle zinnen aan elkaar te knopen en het is pas de intro. Zo kort mogelijk gezegd is deze game alle tijd, moeite en geld waard die erin is gestopt door zowel mij als de cast en crew die er bloed, zweet en tranen aan besteed heeft. Ik zal deze wereld en de karakters heel erg gaan missen, want dit is echt officieel het laatste deel in het verhaal van Kratos en Atreus. Maar als ze ooit toekomen aan een spin-off of DLC of whatever, ik zou het meteen gaan spelen. Dit was een absoluut waanzinnige ervaring. We gaan starten in de categorieën bij de acteurs die alle stemmen en performance capture hebben gedaan. Deze game heeft een ongelooflijk grote hoeveelheid karakters die allemaal op een eigen manier interessant, leuk en fascinerend zijn. Maar de video zou veel te lang worden als ik ze allemaal langs ging. Dus we houden het bij een kleine kerngroep. En we starten natuurlijk met Christopher Judge als Kratos. Tijdens het opnemen van deze game moest Christopher Judge chirurgie ondergaan. Zijn heupen die werden vervangen voor twee kunstheupen, als ik het goed heb. En dan kwam ook nog eens pandemie ertussendoor, wat opnemen en optreden met de cast en crew natuurlijk een heel stuk moeilijker maakte. En daarom is het zo'n fenomenale prestatie dat Christopher Judge niet alleen een magistraal optreden door al die condities eruit heeft gesleept. Het overtreft zelfs de kwaliteit van zijn performance in de oorspronkelijke God of War game. Dat ligt natuurlijk ook deels aan de technologie. Er kan nog meer aan nuance toegevoegd worden in zijn gezichtsuitdrukkingen en zijn lichaamshouding en wat de camera allemaal kan doen. Daar zijn over de jaren steeds nieuwe trucs en technieken voor bedacht. Maar zoveel van wat Kratos zijn ziel geeft is te danken aan Christopher Judge. De man heeft de nalatenschap van Kratos geërfd sinds God of War 3 en nam het moeiteloos over vanwege zijn eigen levenservaringen als vader en de relatie met zijn eigen kinderen. En het is zo goed te zien van hoeveel hij om dit karakter geeft en het begrijpt. Elke scène met Christopher Judge zijn Kratos op de voorgrond zegt gewoon zoveel met heel weinig woorden. Precies als Kratos zelf, of wat de Grieken laconiek zouden noemen. Op dit punt is Kratos inmiddels in een stuk betere plek dan waar de vorige game met hem begon. Hij heeft geleerd een betere vader te zijn. Hij heeft zich meer opengesteld naar de mensen en de wereld om hem heen. Hij is vriendelijker, kalmer, bedachtzamer. Als je nagaat wat hij allemaal gedaan heeft in al die vorige games, hoe verschrikkelijk veel bloed en verlies hij aan zijn handen heeft, dat hij toch dit positieve punt heeft weten te bereiken, dat is zo'n geweldige prestatie en echt een heel grote inspiratie voor iedereen die zwaar wordt platgedrukt door zijn verleden en bepaalde acties die je altijd bijblijven. Kratos is echt het perfecte voorbeeld van hoe je verleden niet bepaalt wie je bent, maar acties in het heden en de toekomst. En hoe je altijd kan kiezen om beter te zijn dan je eerst was. Dat is echt gewoon de centrale boodschap van deze game. We zijn allemaal in staat te veranderen als we de wil en de beslissing nemen, en we hoeven dat niet alleen te doen. Ik heb niet veel meer woorden om te geven aan Christopher Judge zonder gewoon heel veel vrij te geven over wat hij precies doet in deze game. Hij trekt gewoon alles uit de kast, levert tot perfectie. Zijn interacties met elk karakter in deze game, van Atreus tot Freya tot Brock en Sindri en Mimir, en ook gewoon zijn luchtige dialoog tussendoor waarop hij op stoïcijnse wijze met iedereen omgaat, met zijn gegrom en droge humor. Hij komt nog steeds heel bikkelhard over, maar je kan de barstjes erin inmiddels heel goed herkennen en weet dat hij ondanks zijn grimmige voorkomen
uiteindelijk heel anders wil overkomen. En dat moet Christopher Judge doen eigenlijk louter met zijn stem. Want een hoop van dat dialoog is puur ingesproken en niet gemocapt. En dat doet hij ook allemaal voortreffelijk. Tegen de tijd dat deze game was afgelopen en Kratos het punt had bereikt op zijn reis, waar hij eindelijk een man was geworden op wie hij zelf trots kon zijn. Oh my gosh, dat gaf zoveel persoonlijke voldoening bij me. Ik heb gewoon die man die lange weg zien lopen over 2 games heen, uren van gameplay, uren van hardship, opoffering, verdriet, pijn, woede. En hij heeft zich er doorheen geslagen en is de best mogelijke versie van zichzelf geworden. En toen ik gewoon klaar was, voelde ik oprecht van Kratos is het beste karakter dat ik ooit heb ervaren. Zelfs Ellie en Joel of Nathan Drake uit The Last of Us of Anakin Skywalker uit Star Wars of Aragorn uit Lord of the Rings. Geen van hen gaven zo'n oprecht gevoel van vervulling en blijdschap toen het verhaal klaar was als bij Kratos. Echt chapeau voor Christopher Judge en hij verdient alle prijzen die naar hem toekomen voor zijn werk in deze game. Dan over naar zijn tegenspeler, zijn zoon Atreus, gespeeld door wederom door Sunny Soljak, die nu een stuk ouder is in vergelijking met de vorige game. Toen hij opnames startte voor de oorspronkelijke God of War was hij pas 11 jaar oud, dacht ik. En tijdens het opnemen van God of War Ragnarok raakte hij in de puberteit en veranderde zijn stem. Dus ze moesten eigenlijk vrijwel de hele game opnieuw gaan opnemen, omdat zijn stem anders niet meer zou passen bij wat eerder was opgenomen. Maar dat voelt ook meteen gewoon zo natuurlijk. Dat net als hoezeer Atreus is gegroeid in de 3 jaren van de gebeurtenissen van de eerste game en Ragnarok, zo is Sunny Soljak ook gegroeid als mens. De versie van Atreus in Ragnarok staat nu veel meer op zijn eigen benen. Hij heeft zijn eigen gedachten en wensen en verlangens over hoe hij zijn leven leidde en wat hij wil bijdragen aan de wereld, wat hij wil nalaten. Hij heeft ideeën en zorgen en twijfels die in schril contrast staan met wat zijn vader wil van het leven, wat zijn vader wil voor hem. En net zoals bij elk ouder en kind bereiken ze op een gegeven moment een punt waarop die ideologieën en filosofieën ernstig botsen. En moeten ze allebei beslissen, is het belangrijker om mijn hart te volgen voor wat ik vind wat juist is om te doen? Of verkies ik om de band met mijn vader of ouder gewoon heel te houden en te doen wat hij graag wil? Dat thema is al behoorlijk uitgebreid verkend in de eerste God of War game. Atreus die leerde daar net als Ellie van Joel om een sterkere en geharde krijger te worden. Maar ook leerde hij van zijn vader wat het betekent om goed te doen. De verantwoordelijkheid van het zijn een god en hoe er altijd een beter pad is weggelegd. Hoeveel slechte voorbeelden je ook om je heen ziet. Het was heel prachtig en zeer emotioneel. En hier gaat het dus nog een stap verder. Want Atreus heeft nu ook de kennis over zijn identiteit als Loki. En de profetie die zijn moeder en zijn volk voor hem en zijn vader hadden geschreven. Dat Loki op een of andere manier is voorbestemd om de 9 werelden te bevrijden van de Aesir. En misschien ook Ragnarok te ontketenen. De apocalyps van de Noorse mythologie. En ja, als hij dat aan Kratos vertelt, die is er natuurlijk helemaal niet happig op om zijn zoon op het pad te sturen dat naar dood en verwoesting leidt. Daar heeft hij zelf al veel te veel van meegemaakt. Maar zijn zoon verlangt tegelijkertijd gewoon naar antwoorden over wie hij is, wie hij hoort te zijn. Hoe sterk hij zich moet vastklampen aan de profetie die notabene van zijn moeder kwam. Die meer gaf om hem en zijn vader dan wie ook. Wat betekent het dat ze hem die profetie heeft voorgedragen die zal leiden naar misschien totale vernietiging? Is dat wat ze werkelijk wil? Al die twijfels die spoken dus rond in Atreus zijn hoofd. En Sunny Soljak is wederom in topvorm. Voor zijn leeftijd is hij
heel erg getalenteerd en al super comfortabel en op zijn gemak naast al die andere professionele acteurs. Zeker als je nagaat dat echt letterlijk al die personages in die cast in een leeg volume moeten acteren. Want zo gaat dat bij videogames opnemen. Alles gaat op zo'n performance capture soundstage. Je moet een hoop er slechts bij bedenken. En al die acteurs slagen met vlag en wimpel in gewoon zich focussen op de acteurs die met hen in de ruimte zijn en hun fantasie erop los te laten. Het is zo indrukwekkend hoe ze dat gewoon zo simpel lijken aan te kunnen. Ik moet wel zeggen dat Sunny Soljak's optreden relatief minder sterk was dan in de eerste God of War game. Daar was het gewoon nog veel imposanter van hoe goed hij was, omdat hij nog veel jonger was. Hij legde daar zichtbaar heel veel vuur en passie in zijn rol als Atreus en kwam ook heel geloofwaardig over als een kind dat door een turbulente periode in zijn leven gaat. Die wanhopig graag een betere band wil hebben met zijn vader en dolgraag meer wil weten van de wereld en graag anderen wil helpen die daarin leven. Dat vuur, die passie en die energie die ontbrak enigszins in de Atreus die we leren kennen in God of War Ragnarok, voelde alsof Sunny Soljak vaak wat terughield. Hij toonde meer aan discipline en controle over zichzelf. Wat, als dat de intentie was, natuurlijk een heel mooie gevolgtrekking is van de lessen die hij van zijn vader heeft geleerd. Maar het doet wel enigszins afbreuk aan hoe sterk je in hem kunt verplaatsen. Heel veel van zijn zinnen die spreekt hij vlak of monotoon uit. Tenminste wat de zinnen betreft tussen de cutscenes door. Daar lijkt het alsof hij er gewoon niet veel gewicht achter legt. En dat dialoog is van een significante grootte als je kijkt hoeveel het is van al het dialoog dat Sunny Soljak wordt toebedeeld. In de cutscenes is hij voortreffelijk. Je kan hem zo goed lezen als acteur, hoe hij echt zoveel besef lijkt te hebben van zijn omgeving en waar hij zich precies moet verplaatsen in de ruimte. Dus gewoon het gevoel dat hij heeft voor blocking. Je ziet echt gewoon een heel grote professional aan het werk op die momenten die op dat moment nog maar 17 was toen hij het aan het opnemen was. En ik ben super onder de indruk. Atreus, als ik hem vergelijk met Ellie, en de reizen die zij allebei hebben doorgemaakt, dan is het heel erg 50-50 wie van hen ik nou op dit punt een beter karakter acht. En dat is ook een prestatie van reuze formaat van de schrijvers, regisseurs en Sunny Soljak zelf. Echt geweldig. En dan de derde belangrijke rol in deze game. En dat is die van Freya, gespeeld door Danielle Bisuti. De laatste keer dat we haar karakter verlieten, had Kratos net haar zoon Balder gedood, die op het punt stond om haar te vermoorden, wat ze toeliet. Maar Kratos redde haar leven tegen haar zin, omdat hij niet wenste dat ze zou worden gedood door haar eigen zoon. Omdat hij geloofde dat ze de wereld meer te bieden had vanwege de goedheid die ze bezat. Ze had immers zijn zoon Atreus het leven gered toen hij dodelijk ziek werd. Maar voor Freya was Balder echt alles. Hij was het licht van haar leven. Hij was de enige reden dat ze nog überhaupt het leven voortzette. En gezien wat ze daarvoor allemaal al heeft meegemaakt door de hand van Odin, is ze gewoon verscheurd en verteerd door wraakgevoel en verdriet. En dat is iets wat ze moet leren overkomen over het verloop van deze game. Freya is een nogal lastig karakter. Ik heb moeite om haar echt zeer sympathiek te vinden, merkte ik terwijl ik deze game speelde. In de vorige ging dat makkelijker omdat ze heel zorgzaam was van nature, heel moeilijk. Ze had een goede band met Atreus en wilde ons continu alleen maar helpen omdat ze geloofde in de nobelheid van de reis van Kratos en Atreus. En je zag gaandeweg een steeds meer duistere kant van haar naar boven komen omdat ze haar moederschap veel te ver nam, wat Baldur betreft.
hier in deze game leren we haar kennen niet alleen als een verzorger en een moeder, maar ook als een echte krijger en een leider voor zowel haar volk als strijdkrachten van haar thuis in Vanaheim. En de reden dat ik haar dus niet meer zo sympathiek kan vinden is omdat al die hardere kanten van haar zachte kant vrijwel volledig gelijken te onderdrukken hier. Het karakter van Freya hier wordt steeds vrijer om zichzelf volledig te omarmen met al haar positieve en ook haar minder goede kanten en tekortkomingen. Maar dat heeft haar gewoon veranderd in een personage waarvan ik niet meer denk van, ja, dit is iemand die ik graag, als ik Kratos of Atreus was, in mijn leven zou willen hebben. Ze is daarvoor gewoon vrij onaangenaam. Het is grotendeels niet te wijten aan Danielle Bisutti. Ik denk dat ze uitstekend werk heeft geleverd als Freya in zowel de vorige game als deze. Ze heeft een paar zeer indrukwekkende scènes waarbij ze al haar gewicht erin gooit. Maar ze heeft ook een bepaalde manier van spreken in het dialoog buiten de cutscenes die heel gemaakt en geforceerd aanvoelt. Het klinkt alsof het met opzet was gedaan om haar een bepaald aura van waardigheid en status te geven. Maar het voelt ook gewoon tegelijkertijd enigszins onnatuurlijk. Alsof ze continu een soort van façade probeert op te houden over de waardige godin die ze is. En ik wou gewoon dat ze wat natuurlijker klonk. Kratos die klinkt ook heel apart met hoe hij praat en hoe hij zich uit, maar bij hem begrijp je het echt volledig vanwege zijn Spartaanse achtergrond. Bij Freya was er niet echt een zichtbare reden voor en het maakte het gewoon over het verloop van de game behoorlijk lastig om veel sympathie of medeleven voor haar te voelen. Haar rol is alsnog essentieel en ik vind het prima hoe ze haar karakter hebben behandeld over het verloop van de game, maar persoonlijk had ze minder aantrekkingskracht hier voor me dan in de eerste game van God of War. En dan over naar de Huldra-broers Brock en Sindri, gespeeld door Robert Craighead en Adam J. Harrington. Zij zijn natuurlijk weer van de partij, niet alleen om je te helpen met al je upgrades en je wapens zoals ze dat eerst deden. Ze spelen dit keer echt een vitale rol in het verhaal van God of War Ragnarok op verrassend zeer emotionele wijze. We leren Brock en Sindri nu echt kennen als personen met hun eigen tekortkomingen, wensen en verlangens in plaats van alleen een stel aan interessante grapjurken. En Robert Craighead en Adam J. Harrington spelen dat allebei zo goed. Ze zijn werkelijk geweldig en de emotionele kern was bij bepaalde momenten tussen hen twee soms nog sterker dan dat van het hoofdverhaal. Met name Adam J. Harrington, holy freaking shit. Als dit een live-action project was, ik had hem zo een Oscar gegeven. Hij is waanzinnig goed als Sindri, die hier zich ontpopt als eigenlijk een vrij tragisch en medelijwekkend figuur. Hoe dat komt, ga ik natuurlijk niet verklappen, maar hij verkocht dat, zeg. Ik kwam echt dichter bij huilen dan ooit op bepaalde momenten dat hij op de voorgrond trad in het verhaal. It is crazy. En dan hebben we natuurlijk de laatste belangrijke speler van The Good Guys. En dat is Alistair Duncan als afgehakt hoofd Mimir. Ik vond hem al verreweg het beste karakter in de vorige game. Niet alleen vanwege hoe ontzettend grappig hij was, maar hij was zo'n onuitputtelijke bron van wijsheid en zo'n goede verhalenverteller. Ik heb het audioboek beluisterd van God of War. Dat werd voortgelezen door Alistair Duncan zelf. En oh man, dat was genieten. Mimir die had ook een heel meelevende en zorgzame kant. Hij kende Kratos en Atreus nog maar net. Maar door met hen mee te reizen ontpopte hij zich echt een beetje tot een vriendelijke oom voor Atreus. Die echt gewoon om hen begon te geven en zelfs bereid was om zichzelf aan Baldur uit te leveren als hij Kratos en Atreus spaarde. Dat maakt hem gewoon een heel sympathiek personage, hoewel we verder niet heel veel over hem te weten kwamen, behalve dat hij dus eens Odins
adviseur was en uiteindelijk genoeg had van al die vreedheid en het bloed aan zijn handen. In deze game worden alle aspecten van Mimir verder uitverdiept. Zowel zijn relatie met Kratos en Atreus als zijn verleden met Odin, zijn haat-liefde verhouding met Brok. Hij wordt gewoon zo'n volwaardig personage met... Ondanks zijn briljante geest is hij echt niet vrij van zijn eigen tekortkomingen en de schaduw van het verleden dat hij moet zien te overkomen. En Kratos en Atreus zijn gewoon het beste gezelschap voor hem om te leren over die problemen heen komen en zijn tijd Odin achter zich te laten. En natuurlijk is het ook weer lachen, gieren en brullen over zijn droge humor, zijn woord... grappen zijn spontane uitbarstingen van verbazing of soms woede. Het is allemaal zo goed gesitueerd en geschreven steeds. Ik sta paf van het talent dat bij deze game betrokken is geweest als het om humor gaat. Het faalt vrijwel nooit om me keihard te laten lachen. En Alistair Duncan is de absolute meester om deze rol te mogen vervullen. We komen dan... bij de twee belangrijkste antagonisten in deze game. Die natuurlijk al werden geteased op een heleboel manieren in de vorige God of War game. En dat zijn de Aesir-goden Thor en Odin. Odin die wordt hier gespeeld door Richard Schiff. Die ik het beste ken van zijn bijrol in Man of Steel als Dr. Emil Hamilton. En hij was onlangs ook te zien in een heel... klein rolletje in Black Panther in Wakanda Forever als een raadslid van de Verenigde Naties. Hij heeft al vaker van dat soort kleine rolletjes gespeeld als een bureaucraat of een politicus. Hier als Odin, hij doet echt wel het beste wat ik heb gezien in zijn carrière, wat dus niet zoveel is. Odin is in de vorige game van God of War natuurlijk al heel flink opgebouwd als de meest narcistische, egocentrische en machtsbeluste tiran die ik ooit heb meegemaakt. Hoeveel bloed hij aan zijn handen heeft zitten en hoe ver hij bereid is te gaan om macht en controle te verwerven is echt ongekend. Er is geen grens die deze man niet zal doorbreken. Niemand die hij niet zal gebruiken. Dus Odin was echt wel een van mijn meest lang verwachte karakters om eindelijk te zien verschijnen en te zien hoezeer die verhalen met hem overeenstemden. En Richard Schiff heeft hem op een heel interessante manier neergezet als een man die heel duidelijk een soort façade ophoudt. Als een vriendelijke, enigszins excentrieke oude man die zich zelden vijandelijk opstelt en gewoon heel diplomatiek en slinks bezig is om iedereen in zijn omgeving aan zijn kant te krijgen. En in diezelfde scène kan hij gewoon je ontwapenen en je agressie tegen hem laten verdwijnen en plaats laten maken voor verbazing en terughoudendheid. Ik kan niet te veel omschrijven voor hoe hij is, anders zou ik te veel spoileren. Maar de versie van Odin hier, of in ieder geval de versie die hij wil dat mensen om hem heen denken te kennen, is zo totaal anders. Dat zelfs ik op een gegeven moment voor de gek werd gehouden van, is deze man werkelijk zo slecht als de verhalen zeggen? Is hij niet gewoon in zekere zin een oude vent die vragen heeft over het lot, over zichzelf, over zijn toekomst? Wil hij niet gewoon het beste voor degene om hen heen? En ik moest mezelf gewoon echt hard aan herinneren elke keer van, nee, dit is de man waarvan Mimir heeft gezegd dat hij de reuzen heeft uitgeroeid. Dat hij jarenlang oorlog heeft gevoerd tegen de Vanir. Dat hij een vreselijke echtgenoot was voor Freya. Dit is een man die iedereen puur ziet als een instrument dat hij naar zijn wil kan buigen. Maar Richard Schiff speelt het zo goed, spreekt dat zo overtuigend in. Het is alsof je een kalme en redelijke, excentrieke oom voor je hebt,
die je eerder alleen kende als Adolf Hitler. Dat is een beetje de vibe die je kreeg van deze Odin. En had ik niet verwacht. En tot perfectie uitgevoerd door Richard Schiff, de schrijvers en de regisseurs. Hij moet echt vaker van dit soort rollen gaan doen. Want hij is er echt zo fantastisch in. En dan naar de god van de donder, Thor, gespeeld door Ryan Hurst. Ook een acteur die ik vrijwel niet ken. Hij zat volgens mij in Sons of Anarchy als lid van een motorfietsbende of dergelijks. En als je naar hem kijkt, dan snap je direct waarom een man als deze is gecast om Thor te spelen. Qua uiterlijk is hij echt precies wat je voorstelt wat Thor moet zijn in de wereld van God of War. En zijn design matcht dat uitstekend. Net als Odin is Thor in het verloop van de vorige game flink opgebouwd als een bloeddorstige maniak met een voorliefde. Alleen maar knokken en genocide plegen tegen de Jötnar. En hij is ook een vreselijke vader naar zijn eigen zoons Magni en Modi, die we hebben gedood in het verloop van het verhaal. Dus net als Freya staan we enigszins bij Thor in dit krijt wat het bloed van hun kinderen betreft. En aanvankelijk, als je Thor voor het eerst tegenkomt in de game, lijkt hij ook niet veel meer te zijn dan die vetzakkige, domme lobbes die alles doet wat Odin zegt, niet voor zichzelf kan denken en alleen maar uit is op bloed. Maar gaandeweg in de game kom je een kant van hem te weten die hem direct laat omstaan in juist iets heel tragisch, treurigs en menselijks. Ik ga niet verklappen wat dat is, maar hoe de schrijvers en regisseurs dus in staat zijn geweest om in een ommezwaai hem van een gehaat karakter naar een heel sympathiek karakter te maken. Och, daar neem ik mijn petje voor af. En Ryan Hurst speelt dat zo goed. Hij speelt Thor eigenlijk voor het grootste deel van de game hetzelfde. Ook als je door die twist een andere kant van hem te weten komt. Maar het werkt alsnog perfect. Je kan zo aan hem horen van dat het een man is die al heel veel heeft meegemaakt. Die heel veel heeft geknokt en geleden op een bepaalde manier. En hij klinkt gewoon alsof hij doodmoe is van dit al jaren doen. En het liefst gewoon een uitweg wil naar iets beters. Maar ja, met Odin als vader is dat vrijwel onmogelijk. Meer wil ik er niet op ingaan, maar och, Ryan Hurst was fantastisch. Hij is veel capabeler als acteur, zowel met zijn stem als zijn lichaamstijl en gezichtsuitdrukkingen dan ik ooit had verwacht. En ik ben benieuwd of hij hierna wat grotere rollen krijgt aangeboden, want hij is ze zeker waardig. Als laatste in het acteursensemble wil ik een karakter bespreken dat enigszins een spoiler is, maar ik vond haar te fascinerend om buiten bespreking te laten. En dat is Laia de Leon Hayes als het karakter Angerbotha. Angerbotha, voor degene onder jullie die de Noorse mythologie niet zo goed kennen, ze heeft een zeer belangrijke rol naast Loki en is verantwoordelijk voor de creatie van twee andere belangrijke figuren in die mythologie. Dat is alles wat ik erover kwijt wil. In deze game komt ze Atreus op een moment tegen dat hij heel zwaar in een persoonlijke crisis zit. De verhouding met zijn vader is zacht gezegd niet op een lekker punt. En dan komt hij juist op dat moment in zijn leven iemand tegen van zijn leeftijd die hem begrijpt, die hem een andere kant van het leven laat zien dan alleen maar geweld en focus zoals zijn vader hem heeft geleerd. Ze laat hem zachtheid, schoonheid, kunst en verwondering zien op manieren die Kratos nooit zou hebben gekund. En ze geeft hem ook een nieuwe doel en richting in zijn leven die hij eerst voor onmogelijk had geacht. Wat haar personage zelf betreft, dan moeten we het thema gaan aanhakken van het lot en profetie en hoezeer dat je eigen leven kan beïnvloeden. Van hou je je vast aan één bepaald einde dat voor je leven is vastgelegd en probeer dat zo goed mogelijk te bewerkstelligen met je acties?
Of wordt je leven echt louter en alleen bepaald door je eigen acties? Schep je je eigen lot door de beslissingen en de aard die je hebt? Anger Boda zit, wat dat spectrum betreft, aan de kant dat ze heel sterk gelooft dat haar leven op één bepaalde manier zal verlopen. En dat zodra haar rol met Atreus of Loki is uitgespeeld, dat ze zal worden vergeten en dat niets wat ze nog zal doen verder er echt toe doet. Dus haar character arc is enigszins dat ze zich moet leren losmaken van de spinsels van het lot en moet leren beseffen dat ze haar eigen verhaal kan schrijven, zelfs als dat in het officiële boek niet meer staat opgeschreven. Het is een vrij veelzijdig en zeer intrigerend karakter. Maar waar ik zo van onder de indruk was, was hoe goed de chemie was tussen Laia de Leon Hayes en Sunny Soljak. Deze twee jonge acteurs wisten heel goed van elkaar wat er uit die scènes tussen hen gehaald moest worden. Ze begrepen van wat deze twee karakters voor elkaar betekenen, hoe ze elkaar beïnvloeden en hoe ze elkaar nodig hebben. De scènes tussen hen twee voelen zo natuurlijk en geven je zo snel zo'n warm gevoel van binnen. Het is meesterlijk gedaan en gespeeld. Een hoofdspeler klaagde dat de secties met Anger Boda in deze game behoorden tot de traagste en minst interessante. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Omdat het zich dus heel sterk focust op de karakter zelf in plaats van entertainment en actie. En ook de omstandigheden waarin Atreus haar tegenkomt, die zijn prachtig ontworpen. Ik ga niet verklappen hoe het eruit ziet. Je moet me om mijn woord geloven wat dat betreft. Laia de Leon Hayes, die deed het echt uitstekend. Ze stoot heel soepel aan bij de rest van de cast. En ik hoop echt dat ze, net als Ryan Hurst, grote rollen krijgt toebedeeld na deze game. Want ze kan het echt schijnbaar moeiteloos. Ik denk dat ik daarmee wel de belangrijkste castleden heb afgerond. Er zijn nog een hoop andere belangrijke rollen weggelegd. Maar dan zou ik te veel spoileren over hoe de game gaat verlopen. Ik was in ieder geval heel blij met bepaalde inclusies van karakters uit de Noorse mythologie en de acteurs die ze speelden. En er zijn ook twee leuke cameo's / kleine rollen uit de Uncharted franchise in de vorm van Emily Rose en Troy Baker. Wie ze spelen wil ik niet verklappen, maar oh man, Troy Baker die liet me op de grond vallen van het lachen. De rol die hij inneemt bestaat basically uit alleen maar vloeken en klagen. Maar hij is daar zo goed in. Hier in deze game. I just loved it. Zo, we doen even een lichtje aan. Want het werd stelselmatig echt steeds donkerder daarbuiten. En dus ook hier. Nu we de acteurs hebben gehad, kunnen we overstappen naar de regie. Door Eric Williams. Eric Williams heeft al eerder gewerkt aan de God of War franchise. Bij alle drie de games heeft hij de rol gehad van het systeem voor gevecht ontwerpen. En bij de God of War game uit 2018 heeft hij ook aan design meegewerkt. Hier kreeg hij de kolossale taak de regie zelf op zich te nemen in plaats van Cory Barlock. Cory Barlock die heeft nog steeds de credit als creative director en ook als een van de schrijvers van deze game. Maar Eric Williams die nam echt gewoon het leeuwendeel van de regie op zich. En ik had niet verwacht dat dit mogelijk zou zijn, maar de regie in deze game overtreft zowel die van zijn voorganger als die van The Last of Us Part 1 en The Last of Us Part 2. Ik heb zelden scènes gezien waarvan vrijwel elke stuk voor stuk zo goed slaagt in wat het moet doen. Scènes die starten op één bepaald punt met een bepaalde emotionele toon en eindigen compleet anders op een heel natuurlijke en soepele manier. Haast zonder je het doorhebt, transformeert de scène in een compleet andere gebeurtenis. En dat klinkt natuurlijk heel logisch als ik het zo zeg, dat hoort elke scène te doen. Maar het niveau ervan dat
wordt getoond in God of War Ragnarok is ongekend. Ik denk dat games bij lange na niet genoeg gewaardeerd worden voor hoe getalenteerd de regisseurs zijn die achter de camera zitten. Er zijn natuurlijk in zo'n volume meer mogelijkheden met wat je kan doen qua blocking en hoe de camera beweegt, maar dan nog hoe er wordt gefocust op de acteurs, hoe ze bewegen, het tempo van de scène, wat er allemaal precies in plaatsvindt en wanneer je gameplay over laat nemen. It is freaking masterful. En Erik Williams verdient echt werkelijk alle lof voor wat hij hier heeft klaargespeeld. Als ik het over regie heb hier, dan heb ik het alleen over de regie van de cutscenes. Want de regie van een game, dat betreft vrijwel alle andere aspecten, net als bij een film. Dus dat bespreek ik in individuele categorieën. Maar als het gaat om echt het drama van deze game via de cutscenes, dan is dit het beste van het beste. De game is geschreven door Cory Bardog, Anthony Birch, Cara Ellison, Richard Zangrande-Gauber en Matthew Sofos. Drie daarvan die hebben al eerder gewerkt aan de vorige God of War game. En Cara Ellison heeft al eerder gewerkt aan videogames schrijven. Anthony Birch is de enige die vrij los staat van de videogamewereld en de God of War franchise. Dus ik weet niet precies waarom ze hem hadden ingehuurd om deze game te schrijven. Wat dit team heeft klaargespeeld is een uiterst complex en gelaagd script. Als je teruggaat naar de kernwaarde ervan, eigenlijk bedriegelijk simpel is. Ik sprak al eerder in deze video over dus die thema's van familie, het lot en elkaar loslaten en beter zijn dan je eens was. Simpeler is het eigenlijk niet waar deze game om draait. Gewoon die momenten in het script waar gewoon alle lagen worden afgestript en er wordt teruggegaan naar die kernwaarden, dat het thema is waar het om gaat in een scène tussen karakters, dat is formidabel geschreven. Dan heb ik het nog niet eens over de vele twists die deze game uit zijn hoge hoed tovert omtrent Ragnarok zelf. De karakters zwoegen in deze game heel erg om niet op het onvermijdelijke, schijnbaar onvermijdelijke af te stevenen, wat dus de apocalyps is die de negen werelden kan vernietigen. Hoe dat uiteindelijk uitpakt en hoeveel dat overeenstemt met de oorspronkelijke profetie van de Noorse mythologie ga ik natuurlijk niet verklappen, maar hoe dit schrijversteam dus manieren heeft weten te vinden om de Noorse mythologie te verweven met hun eigen versie ervan in God of War is briljant. En als je dit meerdere keren speelt, dan zie je gewoon de subtiele en rustige kleine opbouw van al die twists en aanpassingen. En die zullen die tweede ervaring zeker nog bevredigender gaan maken. Dialoog voor alle karakters, variërend van humoristisch of dramatisch of puur het overbrengen van informatie, ook allemaal vlekkeloos uitgevoerd. Er zijn maar heel weinig secties van dialoog in deze game waarbij ik het gevoel had van dit hoefde er niet per se in, of dit klinkt overbodig, of dit klinkt geforceerd. Als ik er niet zo'n positief gevoel over had, dan lag dat meer aan hoe die zinnen werden uitgesproken dan wat de inhoud ervan was. Zeker in het geval van Freya. Maar het is geen wonder dat God of War Ragnarok al de prijs heeft gewonnen van Best Narrative. Dit is een script dat ik zo een Oscar zou geven als het live action was. Wat tempo betreft, dit is, zoals ik al eerder zei, een van de langste games die ik ooit heb gespeeld. Zelfs als je strikt aan het verhaal houdt is het, en niet alle sidequests doet of gaat verkennen, is het nog steeds van heel erg forse lengte. En ik merkte dat wanneer het tijd was voor de epische finale, de climax, die overigens ook wel me de vibe gaf van Avengers Endgame. Ik ga niet verklappen hoe dat precies kwam, maar oh my god, als je die scène ziet, och, het vervult je elke keer van een euforie en opwinding die ontzettend moeilijk is te evenaren. Een ander goed voorbeeld van het gevoel dat het bij je teweeg kan brengen is als het kijken naar de rit van de Rohirrim in Lord of the Rings. Zoiets was het. Het probleem was dat niet zozeer dat de game zo lang duurde, maar dat ze zoveel tijd besteden naar de opbouw
van gaat Ragnarok plaatsvinden of niet en hoe. Dat ik het heel bizar vond dat wanneer dat letterlijk de hele cast van karakters zich klaarmaakte voor de strijd, dat ik dacht van, oh, dit is best wel plotseling eigenlijk. Dit voelt nog steeds niet helemaal verdiend. Ondanks al die opbouw, al die spanning, al die lagen die onder Ragnarok zitten en wat dat betekent voor de karakters, voelde ik alsnog dat het een beetje gehaast was. Alsof ze op een bepaald moment zeiden van, oké, genoeg aangemodderd. Het is tijd voor de finale, dus laten we de tweede acte maar snel afronden en springen naar de derde. Dat gevoel gaf het. En hoewel die finale alsnog knettergaaf was, een van de coolste die ik ooit heb mogen spelen, kon ik dat gevoel in mijn borst niet kwijtraken van dat ik hier meer enthousiast voor zou moeten zijn dan de game toe in staat was. Dus dat is een van de heel spaarzame tekortkomingen in deze game. Tempo-gewijs is de finale niet echt op zijn plaats. Wat het camerawerk betreft. Net als in de vorige God of War game is dit volledig gedaan in één shot. Ze halen nog steeds alle trucken uit de trucdoos om alles moeiteloos in elkaar te laten overgaan. Met name in actiescènes is het formidabel hoe goed dat is gedaan. En ook, en nu ga ik in op een zware spoiler, dus luister op eigen risico. Je start een scène vanuit het oogpunt of onder de controle van één specifiek personage. En dan tijdens de cutscene wissel je naar de controle van een nieuw personage. En gaat weer de gameplay in met de controle over dus dat nieuwe personage. Dat gebeurt meerdere keren in deze game en het is zo vloeiend en haast geruisloos dat je er bijna niet voldoende waardering voor voelt. Het is gewoon heel natuurlijk en soepel gedaan. Andere games die maken die transitie vrij abrupt en laten gewoon echt een heel dramatische gebeurtenis eerst plaatsvinden en dan breekt de volgende scène aan en speel je opeens als iemand anders. Hier is het gewoon één doorlopend geheel en maakt die wissel echt gewoon uitzonderlijk soepel. Ik was echt super onder de indruk voor hoe ze dat hebben gedaan. En dat is dus één aspect van het camerawerk waar ik echt heel veel waardering voor had. De belichting en compositie is ook fantastisch. Daar kun je natuurlijk vrijwel alles mee doen als je in een volume werkt, maar dan nog. Je kan zien van hoe ontzettend veel aandacht ze aan detail hebben besteed om te zien van wat is belangrijk dat je moet zien in dit kleine vierkant. Waar moet licht en schaduw opvallen? Welke sfeer moet het afgeven via kleur en wat in focus is of niet? Ze hebben alle technieken van een gewone film toegepast op de cinematografie in deze game en it fucking shows. Het is waanzinnig mooi. De volgende categorie is de muziek van Bear McQuarrie, die overigens ook een kleine cameo heeft in deze game als een muziekspelende bar-eigenaar genaamd Raep, wat dus Bear is, maar dan achterstevoren. Vond het echt een heel erg leuke toevoeging. Bear McQuarrie, die heb ik al eerder genoemd in meerdere video's, inclusief mijn recensie van de vorige God of War game. Hij heeft ook de muziek gedaan voor Rings of Power en Godzilla King of the Monsters. De man is inmiddels de nieuwe Howard Shore geworden wat betreft muziek voor fantasy projecten. Hij heeft zo'n goed gevoel voor die muziek episch en mysterieus laten klinken. Alsof het gewoon echt plaatsvindt in een totaal andere wereld. Zowel de zachte, melodieuze klanken die heel veel warme of treurige gevoelens op moet wekken tot epische, bombastische, razendspannende muziek. Hij had daar zo'n goed gevoel voor in zowel The Rings of Power als The God of War games. En meer dan ooit merk je hier in God of War Ragnarok hoe hij heel subtiel op meerdere wijzen de thema's van individuele karakters verwerkt in de scènes. Zo van wanneer Kratos
in beeld is en intimiderend wil overkomen, dan hoor je zijn oude God of War thema van... Maar gaandeweg, naarmate hij echt een transformatie ondergaat en een steeds beter mens wordt, verandert dat in een wat meer heroïsche, optimistische versie van... Mijn zangstem is niet al te best. Maar ik waardeer het echt enorm dat hij echt dat thema telkens opnieuw terugbrengt. En laat zien van hoe het verandert met het karakter onderweg in de game. Bear, die is echt niet de enige componist die die truc toepast. Dat heeft John Williams ook gedaan. En vast talloze andere componisten. Maar het feit dat je dat echt gewoon heel goed kan merken terwijl je... de game speelt, dat is waar ik hem de grote punten voor geef. Want zo vaak verdrinkt die muziek gewoon in het sound design van de film. Of is wat je ziet zo overweldigend dat je de muziek snel vergeet. Tot mijn spijt was dat ook wel zo bij God of War Ragnarok toen ik het de eerste keer speelde. Maar naderhand heb ik het op zichzelf beluisterd. En dan ga je echt zo veel waarderen van hoeveel... Bear McQuarrie over de score heeft nagedacht en wat hij vond dat er echt naar voren moest komen in die scène via de muziek. Je had het ook bij het thema wat hij heeft bedacht voor Atreus, dat nieuw is voor God of War Ragnarok. En volgens een interview is het het tegenovergestelde van Kratos zijn thema. In plaats van is het om aan te geven van hoe die twee zo sterk met elkaar zijn verbonden en tegelijkertijd compleet tegenovergesteld zijn in karakter en hoe ze naar de wereld kijken. Ik vond het heel mooi. En Freya's thema keert natuurlijk ook weer terug. En daar heb ik altijd wel enigszins een probleem mee gehad. Omdat, hoewel het een heel fraai klinkend thema is, er gewoon niet echt een manier is om dat in iets heroïs of optimistisch te veranderen. Het blijft altijd een enigszins sinister en ambivalent thema waarbij je nooit echt goed zeker weet van, is Freya een sympathiek karakter? Dat maakte het dus ook in de game moeilijker om sympathie of warmte naar haar te voelen. Niet alleen vanwege Bisuti's optreden of hoe Freya werd geschreven, maar de muziek werkte dat ook letterlijk tegen. Dat is wel een punt van kritiek dat ik erop heb. Ook Thor en Odin die hebben hun eigen thema's. De werelden zelf, alle negen, die hebben hun eigen muzikale landschap. Brok en Sindri die hebben de eigen fraaie muziek. En dan dat moment waar ik het over had. Wat vergelijkbaar is met de rit van Rohirrim of Avengers Endgame. De muziek daar, holy fucking shit. Geweldig. Ik heb een video van de muziek nu al een paar dagen telkens opnieuw beluisterd. En it just gives me the chills every time. Zo goed. En dan last but not least natuurlijk het mooiste thema in de hele God of War franchise. Het thema van Fae, de vrouw van Kratos. Komt ook meerdere malen terug op cruciale momenten. En op een gegeven moment overschrijdt het de grens naar wat in de filmwereld diegetic music heet. Dus muziek die niet alleen wij als kijkers kunnen horen, maar ook de karakters horen. Dat thema van Fae, wat ze dus voor hem zong, is een levende herinnering voor Kratos aan zijn vrouw. Hij kan het soms nog horen, omdat hij zijn vrouw zo ernstig mist. En het herinnert hem aan wat ze hem leerde en hoe ze hem heeft veranderd. En ik kan het gewoon niet helpen dat telkens als ik dat thema hoor, ik gewoon diep vervuld word van emotie over Fae, het leven dat ze heeft geleid en hoe haar dat naar haar gezin bracht en haar nalatenschap op haar familie. Bear McQuarrie heeft Oscar-waardig werk afgeleverd en ik kan niet wachten om als ik het een volgende keer ga spelen om die score helemaal in me op te nemen. Oeh. Zo, we zijn al ruim een uur in deze recensie en ik ben nog steeds niet klaar. Want nu moeten we echt wat dieper gaan in
de aspecten van de gameplay zelf. Een hoop mensen, toen die de gameplay trailer zagen voor God of War Ragnarok, die hadden de vrees dat het qua gameplay echt niet veel zou veranderen van de eerste, van de vorige God of War game. Het zag er zo gelijkend uit van hoe Kratos bewoog of vocht of dingen moest beklimmen of puzzels moest oplossen, dat iedereen dacht van oké, maar waar komt er even wat nieuws bij kijken? Waar is er een creatieve twist ingebracht? Ik heb het helemaal gespeeld en ik kan je verzekeren, je komt aan je trekken wat die creatieve twist betreft. Alles van hoe Kratos zich door een bepaalde beklimbare structuur beweegt, hoe hij puzzels moet oplossen en hoe hij zijn vorm gegeven. Hoe je kan reizen door de wereld heen, de aard van de sidequests. Alles heeft een visuele en mechanische update gekregen op een manier waarvan je denkt van, oh my god, houd het nooit op. En als je denkt van dat ze niks nieuws meer kunnen toevoegen, komt er alsnog even een nieuwe creatieve spin in. Het maakt me zo blij dat deze game gewoon bleef geven en geven en geven, terwijl ik telkens bleef denken van, oké, we zitten nu wel aan de max wat mechanics betreft, maar je kan gewoon zoveel meer doen, terwijl het nooit overweldigend wordt. Die balans hebben ze uitstekend getroffen. Zeker het moment in het verhaal waarop die nieuwe mechanics worden geïntroduceerd. Dat is briljant werk. Hoeveel wapens je tot je beschikking hebt. Je skill tree, hoe die is vormgegeven, naast die van je metgezel. Hoeveel aan talismans en betoveringen je kan toevoegen. Dat is ook allemaal geüpdate. En ik was met name heel erg blij van het interface van het upgrade systeem. In de vorige game vond ik dat heel erg rommelig en onoverzichtelijk. En ik maakte daardoor voor heel lang tijd best wel fouten met wat de beste beeld was van panzer en bewapening om een situatie te lijf te gaan. Nu in God of War Ragnarok is dat overzicht veel duidelijker en gestroomlijnder. En heb je heel precieze controle over wat je allemaal in je inventarisatie hebt en wat het beste is om jezelf mee te bewapenen of aan te kleden. En wederom hoe dat in elkaar steekt qua tempo van wanneer nieuwe spullen of items worden geïntroduceerd. Dat is precies goed om geleidelijk te wennen aan al die spullen en je beste persoonlijke beeld te maken. Dus echt de allerhoogste complimenten voor hoe ze dat zo goed hebben uitgebalanceerd. Het was een van mijn grootste kritiekpunten van de vorige God of War game. En dat hebben ze nu gewoon vrijwel geperfectioneerd. Wat de actie in deze game betreft, nou, het is natuurlijk voor de PS5, wat betekent dat de haptische feedback in de controller zit terwijl je vecht. Dat voegt altijd wel leuks extra's toe. En dat zit ook in de gewone cutscenes. Maar de actie zelf is zo bevredigend, omdat dat net als het upgrade systeem en alle nieuwe reis- en puzzle mechanics gewoon uitstekend is uitgebalanceerd. In de eerste game had ik vooral de voorkeur voor het gebruiken van de Leviathan Axe, omdat die veel praktischer en handzamer was en meer schade aan kon richten. En de Blades of Chaos gebruikte ik alleen als het echt moest, met hun rune aanvallen of tegen ijsvijanden. Hier is er uitstekende balans gevonden tussen wanneer welk wapen het beste in te zetten is. De variatie aan vijanden is veel groter, maar elk wapen heeft ook specifiek zijn eigen heel nuttige voordelen gekregen, waardoor je veel vaker wisselt afhankelijk van de situatie die je tegenkomt. Niets blijft echt zo achterwege of ligt in de kast of je inventarisatie te verstoppen, omdat er altijd wel een situatie voorbij komt waarvan je denkt van, oké, ik moet nu specifiek zo gaan vechten met dit wapen en deze spreuken en runen aanvallen. En daar heb ik gewoon zoveel lof voor, dat je ook gewoon een reden hebt om alles te gebruiken wat de game je geeft. Er is maar weinig erger bij een game spelen dan een heleboel van wat je verzamelt gewoon niet gebruiken in al die uren dat je speelt. Want je verricht gewoon een hoop moeite om dat te verzamelen voor niks, omdat je het niet nuttig acht. Hier is dat perfect uitgebalanceerd. Hoogste complimenten voor game design
wat dat betreft. De actie heeft ook weer de gouden oude niveau van brutaliteit. Met name het gevecht tegen mini-bosses en monsters. Die zijn echt super bruut en bloederig. Met name de finisher van een grote sterke vijand. Terwijl je met iemand samenwerkt. Dat is echt super bevredigend. En er zaten gewoon kills bij waarvan ik dacht... Holy fucking shit. Dit is geweldig. In plaats van de Valkyries dit keer die je... één voor één confronteren als de game is afgelopen, is er nu een nieuwe reeks vijanden. Die heet de Berserkers. Wat hun achtergrond is, wil ik liever niet noemen, want het is een heel interessante sidequest. Maar, oh my god, als je dacht dat de Valkyries moeilijk waren, deze motherfuckers die zetten je voor een uitdaging. En het rottige is ook nog eens, je vecht soms tegen meerdere van die knuppels tegelijkertijd. In zo'n gesloten arena. Dat is een fucking nachtmerrie. En hoewel sommige heel frustrerend zijn. En neigen naar oneerlijk te zijn ontworpen. Zijn er ook wel degelijk gevechten bij. Die je gewoon heel goed trainen. Om alles op alles te zetten. En al je technieken en outfit en wapens te perfectioneren. Dat zijn het soort baasgevechten waarvan ik denk van. Yes, dit is wat een baasgevecht hoort te zijn. Vreselijk moeilijk. Maar je hebt telkens gewoon de positieve motivatie om er naar terug te keren. En alles wat je hebt in te zetten om het op redelijke wijze af te maken. Dus dat is ook gewoon heel erg goed ontworpen. En dan als laatste de graphics en het design van deze game. Wat de werelden en de personages erin betreft. Graphics hebben natuurlijk een enorme upgrade gekregen sinds 2018. En it freaking shows. Al die werelden zien er waanzinnig mooi en heel creatief uit. Ze hebben alle inspiratie getrokken uit de schaarse beschrijvingen van de Noorse mythologie. En daar hun eigen draai aan gegeven op een manier die wonderschoon is. In de meeste werelden althans. Er zijn voorbeelden van 9 werelden waar ze niet heel veel moeite in hebben gestoken. En dan wordt het duidelijk dat het meeste van budget en tijd is gestoken in enkele specifieke werelden die je vaak bezoekt. In de vorige God of War game kon je slechts naar de helft van de 9 werelden gaan, omdat de rest was afgesloten ter bewaring voor het vervolg. Die werelden waren dus Midgard, Helheim, Jotunheim, Muspelheim en Alfheim. Nu, in deze game kun je ook Svartalfheim gaan bezoeken, een grotere versie van Niflheim. En zelfs Asgard passeert de revue op een punt en een wijze die ik echt niet wil gaan spoileren. Maar ja, je krijgt Asgard zelf ook te zien en it looks drop dead gorgeous. Ik was iets wat teleurgesteld in Muspelheim en Niflheim. Net als in de vorige game zijn die grotendeels meer voor de side quests dan echt een prominente plek in te nemen in het verhaal. Maar wanneer aan het verhaal wordt er toegevoegd, dan is het gewoon helemaal perfect, niks aan veranderen. Ik wou dus alleen dat die verhouding van verhaal en sidequest, dat die voor die twee werelden beter was uitgebalanceerd. Want in deze game is het 80% die wereld voor de lol bezoeken en 20% voor het verhaal. En andere werelden, daar is dat meer 50-50. Maar ja, je kan niet alles hebben en er is ook maar zoveel wat de personages in één wereld kunnen doen voor je weer echt verder moet in het verhaal. Dus ik snap het. De game is niet perfect, maar ik vraag dan misschien ook wel gewoon te veel. Feit blijft dat elke wereld er gewoon heel fraai uitziet. Er is er genoeg in te doen. Ik ben enorm te spreken over hoe ze alles hebben ontworpen. En met name Svartalfheim en Vanaheim zijn van een enorme schaal. Je krijgt er echt, met name in Svartalfheim, een diep gevoel van de cultuur en historie van die wereld en hoe het regime van de Odin en de Aesir daar schaduw over heeft laten vallen. Het voelt gewoon alsof deze 9 werelden al duizenden, zo niet miljoenen jaren oud zijn en dat niet alleen de volkeren hier al heel lange tijd leven, maar dat ook de wereld op een bepaalde manier is gevormd. En wordt gereguleerd door natuurlijke processen.
En dat wordt natuurlijk weer beïnvloed door Fimbulwinter. Die is gestart sinds de vorige God of War game. Er is zo diep en goed over nagedacht wat al die werelden betreft. En dan heb ik het nog niet eens dus over al die knipogen en verwijzingen naar de Noorse mythologie die in elk van die werelden voorkomt. Het is zoveel. Met de eerste God of War game was ik wel aardig bijgespijkerd wat de mythologie betreft, maar Ragnarok laat je nog eens even zien hoeveel je echt nog niet weet. Het is freaking fucking amazing work. Ik denk dat ik zowel het meeste heb verteld over God of War Ragnarok. Het slaagt op vrijwel alle fronten helemaal op een zeer bevredigende wijze. En afgezien van wat tempoproblemen, hoezeer ik geïnvesteerd was in bepaalde karakters en hoe frustrerend sommige secties waren die ik niet nader wil spoileren, is dit een prachtig verhaal, waar kunstwerk en een heel waardige afsluiting van het verhaal van Kratos en Atreus. En de lessen die erin worden verteld, die zullen tijdloos en uiterst relevant blijven voor iedereen die grote fouten heeft gemaakt en dat graag wil rechtzetten. Ik geef het een 9.3 van de 10. Laat graag in de comments weten wat jullie vinden van God of War Ragnarok en hoe het is in vergelijking met de eerste God of War game. Het zal nog wel een hele poos duren voor ik hier een playthrough van zal maken, want ik heb net na weken spelen dit eindelijk afgerond en ik heb nu wel weer behoefte aan wat afwisseling. Dus ik denk pas in een paar maanden de playthrough ervan zal verschijnen. Tot die tijd kunnen jullie het doen met deze recensie. Goodbye, stay safe, and do not be sorry, be better.